ontzettend veel. Nog even terug naar dat wak, want dat wist ik helemaal niet. Laten we even kijken wat er met zo'n wak gebeurt. Na een koude nacht ligt er een dikke laag rijp over de Krimpener Waard. Een van de laatste wakken in de omgeving is weer kleiner geworden. En dus zitten allerlei soorten watervogels noodgedwongen op een kluitje. Deze knobbelzwanen kijken de drukte gelaten aan. Toch heeft al deze drukte een groot voordeel. Hoe meer vogels er in het wak zitten, hoe langzamer het dichtvriest. Zo kunnen ze zich tijdens de vorstperiode wassen en naar voedsel zoeken. Met een beetje geluk houden ze het wak open totdat de dooi weer inzet. Wat wilde je zeggen? Nou, het ziet er heel rustig en relaxed uit, alsof ze zo bij elkaar zitten. Maar het is onwijs stresserend in zo'n wak. Er is weinig ruimte. Ze concurreren met elkaar, ze drukken elkaar weg. Je ziet dat er verschillende soorten die over het zitten, die zwaren daar rustig. Maar nee, dat kan regelmatig vliegt de vlam in de pan, zonder dat ze het er warm van krijgen. Dus zo'n wak is veel stresserender dan ze hebben. Plus, onder water gebeurt er ook een heleboel. Doordat er sneeuw op het ijs ligt, raak je veel zuurstof kwijt uit het water. Dus de vissen, die trekken ook allemaal naar het wak. Dus daar onder water zit het ook heel druk. Daar zitten ook grote vissen tussen. Die willen ook nog wel eens zo'n vogel van het wateroppervlak weer pakken. Dus kortom, het is veel. Er gebeurt veel meer om zo'n wak dan je denkt. Nog een ander probleem voor de dieren. De uiterwaarden lopen vol. Dat schijnt ook een probleem te zijn. Nou ja, een probleem. Het is... er zijn natuurlijk niet heel veel plekken. Ik woon langs de IJssel en dat staat op heel veel plekken gewoon blank. Een haas, een steenmarter, een muis moet ergens heen. En die kunnen wel stukjes zwemmen of met de stroom mee. Mm. En die gaan dan op dit soort stukjes of in een boom zitten. Maar ja, als je gras moet eten, dan is het wel handig als je bij een grasplekje kan komen. Ja. En dat wordt dan op een gegeven moment wel lastig. Dus dan heb je inderdaad wel een... daar sterven er ook altijd wel weer een hoop. En daarom zeggen we ook altijd, zorg dat je dan niet... ook nog eens in die uiterwaarden op dat soort plekken. Want het is prachtig voor foto's. Het is altijd waanzinnig fotogeniek. Dus iedereen trekt al die uiterwaarden in. Maar ze zorgen ook dat die beesten gewoon een beetje de ruimte hebben. Bevers zijn wel prachtig. Die kunnen gewoon zelf een eigen burcht maken. Of een verhoging waar ze wel op kunnen. En daar liften dan wel weer een hele hoop andere beesten weer van mee. Ja. Dus een otter, een steenmart kan er ook bij. En dat tolereert elkaar dan redelijk, hoor. Mogen we van jullie wel schaatsen? Of moeten we dat eigenlijk ook niet doen? Ja, zeker wel. Nou, het is wel... schaatsen, maar je moet nadenken over waar je dat gaat doen. Oké, waar niet? Hier niet. Okay, er ligt ook niet zoveel ijs. Dus, maar dit is nog maar van gisteren. Dit is net. Dit zijn jongen. En die zijn net. Dus bij ons, bij mij in mijn gebiedje. Okay. Maar die zijn dus net bij de moeder weg. En wij houden ook echt plekken open waar we echt de pompen aanzetten. Ja. Om gewoon maar een relatie van het water te houden. Om deze dieren in leven te houden. En dan nou ja, ze hebben een wak nodig. IJsvogels, otters, bevers moeten het water in en uit kunnen. Als het helemaal dicht raakt, of ze zitten onder water, ze springen erin of ze zwemmen weg. En ze kunnen niet bij hun vertrouwde wak omhoog, gaan ze gewoon dood. Ja. En dus, sorry, schaap. Ja, moest ik aan de buren vragen.